Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 19 juni. Ook vandaag hebben we weer te maken met veel bewolking, alleen vanmiddag was het in het noorden ook wel wat zonnig. Ook in het westen brak af en toe eventjes de zon door. Nou, vanavond zijn er nog steeds veel wolkenvelden en de temperatuur ligt zo rond de 19 tot 20 graden. De matige wind die zwakt iets af en die wordt zwak tot mate, gaat een westelijke richting en zal in de loop van de avond draaien naar het zuiden. Vannacht zien we dan die zuidenwind op de kaarten staan. De temperatuur ligt rond de 14 of 15 graden en er is nog steeds vrij veel bewolking aanwezig. Morgen wordt het zomers warm in een groot deel van het land. De temperatuur loopt op tot boven de 25 graden. In Limburg kan het 27 of 28 graden worden. In de kustprovincies is het wat minder warm, zo rond de 23-24 graden. En dat komt omdat de wind toch ook nog wel van zee waait. Aan de strand is het daardoor nog wat frisser en is er ook kans op laaghangende bewolking. In de loop van de avond, maar met name in de nacht, neemt de bewolking verder toe vanuit het westen en gaat het ook enige tijd regenen. De wind die draait naar het noordwesten en dat gaan we vanaf donderdag merken. De warmte is dan helemaal verdwenen en het wordt nog maar zo'n 14 tot 17 graden. In Limburg kan het misschien nog net 19 graden worden. In de ochtend valt er wat regen, in de middag zijn er wolkenvelden en zonnige momenten en kan er met name in het noorden nog een enkele bui vallen. Zoals gezegd waait de wind uit het noordwesten en die is matig tot vrij krachtig. Ook vrijdag en zaterdag nog een noordwestenwind bij temperaturen die niet veel verder uitkomen dan zo'n 15 tot 16 graden. We spreken dan ook echt van een periode van schaapscheerderskou. Donderdag, vrijdag en zaterdag is dat het geval. Die noordwestenwind die voert die koude lucht aan. En dat is kenmerkend voor juni, dat het in deze periode vaak eventjes wat frisser is. Zondag gaat in ieder geval de temperatuur weer omhoog. En ook volgende week zien we dat die trend zich doorzet. Vanaf dinsdag neemt de kans op 25 graden weer toe. En wordt het vrij zomers weer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.